Grote delen van Vlaanderen kleuren wit vandaag. Het is meteen het begin van een koude golf met vriestemperaturen 's nachts en overdag. Het is leuk voor de kids dat ze een beetje in de sneeuw kunnen spelen, dat ze buiten zijn. Fantastisch. Hè? Als het nog kan goed vriezen, kunnen we misschien nog een keer gaan schaatsen en zo. Laat ons hopen. Hè? Vakantieparken en campings gaan morgen weer open door een beslissing van de Raad van State. Game Sin Match Mertens. Elise Mertens heeft in Melbourne de Gippsland Trophy gewonnen. Dat is het voorbereidingstoernooi op de Australian Open. En Antwerp heeft de Stadsderby gewonnen tegen Beerschot. Het is 7 uur. Dit is Het Journaal met Wim de Vilder. Een heel goeie avond. Een groot wit deken heeft zich vandaag over Vlaanderen uitgespreid. Hoe noordelijker, hoe dikker. In de provincie Antwerpen viel er op sommige plaatsen tot 10 centimeter. De sneeuw bereikt ons via een heuse sneeuwstorm die vooral boven Nederland huishoudt. De zondagse rust heeft er gelukkig voor gezorgd dat er weinig problemen waren door het weer. Bijna zwart-wit, zo zien de ondergesneeuwde delen van het land er vanuit de lucht uit. Dat de sneeuw op een zondag gevallen is, zorgt gelukkig niet voor verkeerschaos, maar wel voor mooie beelden, zoals hier in de Vlaamse Ardennen. Dat is prachtig, ja, ja, dat is magnifiek. Ja, natuurlijk een beetje opletten op de weg, maar ja. Het is puur natuur en ja, daarvoor doen we het. Wandelen was al enige tijd onze nationale sport. Velen kiezen vandaag dan ook voor een tocht in de sneeuw, met de hond in dit geval. En die reageert er goed op. Ja, redelijk uitbundig en wild. Het is ideale omstandigheden voor hem. Hij heeft een dikke vacht en hij zit wel regelmatig buiten, dus hij kan hem wel uitleven in dit soort weer. Na de middag trekken velen naar de Koppenberg, de steile helling van zoveel koersen van het Vlaamse voorjaar. Geen fietsers vandaag, maar sleers. We hadden eerst andere plannen, maar zij had iets voorgesteld en ze last minute naar Oudenaarde gekomen. Ja, dus daarmee. Dit is toch wel ideaal. Het is wel stijl, ja. Vooral die laatste bulten. Vooral die laatste bulten, ja. Er zijn zelfs slimmerikken met een sneeuwdraaimolen. Maar lang niet overal was sneeuwpret mogelijk. Aan zee bijvoorbeeld ligt er maar een fijn laagje. Op de weg blijft het voorlopig rustig. De strooi- en ruimdiensten hebben hard gewerkt om de wegen vrij te maken. Er is al bijna 4000 ton zout gestrooid, alleen al op de gewest- en autosnelwegen. Maar het liep hier en daar toch mis en belanden er auto's naast de weg. Hoeveel hebben we er al uitgehaald uit de graad? Drie in de buurt hier? Ja. En allemaal slippartijen door de gladheid? Ja, dat klopt, ja. Intussen sneeuwt het op de meeste plaatsen niet meer, maar ook de komende uren is het uitkijken en rijstijl aanpassen voor wie nog de weg op gaat. De wegdektemperaturen die zijn negatief, dus dat betekent dat er kans is op gladheid. Dus die strooidiensten blijven uitrijden. Wij werken met ploegwissels, dus ook in de loop van de avond en de nacht komen er andere mensen aan de slag en die staan opnieuw klaar om uit te rijden. Zolang het nodig is, zullen wij uitrijden. Wat u misschien ook wil weten, hoe zien de volgende dagen eruit? Dat vragen we aan Sabine Haagdoorn. Er kan af en toe nog wel een beetje sneeuw bijvallen. Ook vannacht is er vooral voor het noordwesten nog kans op wat sneeuw. En ook morgen af en toe een sneeuwbuitje. Maar het gaat alweer om niet al te grote hoeveelheden. Dus misschien nog 1 of 2 centimeter extra. Op sommige plaatsen nauwelijks iets. Dus het meeste hebben we ondertussen wel gehad. Maar vooral wat er ligt, blijft ook liggen. En belooft de komende dagen ook nog stevig te gaan vriezen. Zeker 's nachts. Het kan matig tot zelfs strenge vorst worden. Temperaturen min 5 tot min 10 graden. En vooral de plaatsen waar er sneeuw ligt, kan het mogelijk zelfs vriezen tot min 15 graden. Ja, en u heeft het daarnet al gezien. Voor wie zich vandaag in het verkeer waagt, komt wat extra behendigheid aan het stuur goed van pas. We frissen graag nog eens op wat de belangrijkste regels zijn wanneer u op ijs terechtkomt of aan het slippen gaat met de wagen. Collega Fatma Tasminar was bereid om zich wat te laten bijscholen vandaag via een snelcursus slip- en remcontrole.
Scott, wat gebeurt er? Ik raak niet vertrokken. Wacht, ik kan in één. Dames en heren, mag ik u voorstellen, zomerbanden. We doen de test inderdaad in een wagen met zomerbanden. Starten en vertrekken is al een eerste probleem. Gelukkig krijg ik een tip van de instructeur. Vertrek in tweede versnelling. Laat heel rustig de koppeling komen. En pas als je voelt van, ga wat vooruit en je kan die koppeling quasi volledig loslaten, dan pas naar het gaspedaal gaan. En dat lukt inderdaad, maar eens je vertrokken bent, moet je pas echt opletten met dit weer. Blijkbaar rijd je best in een hogere versnelling dan normaal. Ik heb altijd geleerd, of ik dacht, alleszins dat het zo was, dat bij zo'n weer, als je de weg op moet, dat je dan beter in een lagere versnelling rijdt. Mm-hmm. Dus dat klopt helemaal niet. Nee. Tip 2 is van, bij constante snelheid in een hogere versnelling te zitten. Ja, dat voelt voor mij tegennatuurlijk aan. Ja. Maar dan komt het echte werk. Wat doe je als je moet remmen en begint te slippen op een glad wegdek? Hey, Maxi. Ik heb al geprobeerd de wagen stil te zetten. Ah, f***, dat lukt niet. Wamai, kom aan. Wow. De moment dat je voelt dat je geen reactie hebt op die remactie, moet die rempedaal terug los om een stuurreactie te kunnen blijven krijgen. Zeker met een voorwielaandrijver. En ja, dat gebied effectief beter van de rempedaal afblijven. En dat is meteen de belangrijkste tip als je begint te slippen. Laat je rempedaal zachtjes los, ontkoppel en kijk in stuur in de richting waar je naartoe wil. Maar dat blijkt niet zo evident. Oh, de kegeltjes! Ik hoop maar dat de kegeltjes het hebben overleefd. In Nederland is het anders niet lachen geblazen. De hinder is er veel groter dan bij ons. Het openbaar vervoer is zwaar verstoord door sneeuwophopingen. Want de sneeuw gaat in Nederland gepaard met harde wind. Het treinverkeer lag de hele dag stil en bussen waren er slechts hier en daar in het land. Nederland, code rood. Vermijd verplaatsingen, want die zijn uiterst gevaarlijk, klinkt het. Harde wind, sneeuw en vrieskou maken de wegen spekglad. Strooidiensten zijn al uren aan het werk. De gewone reguliere strooidienst is gisteren om 8 uur begonnen. En wij zijn om 10 uur opgeroepen, toen er eigenlijk pas een dik pak laag sneeuw begon te vallen. Dus wij zijn vanaf gisteravond 10 uur zijn we bezig. Door de avondklok en de sneeuw zijn nu amper auto's op weg. En dus wordt het strooizout niet ingereden. Het openbaar vervoer is helemaal ontwricht. Sinds vannacht rijden er in Nederland geen treinen en amper bussen of trams. Ook het vliegverkeer is verstoord. Ik ben net aangekomen van de luchthaven van Eindhoven, waar we ook gestrand waren. Nadat we een landing hebben te maken in Keulen en dan met de bus naar de luchthaven Eindhoven zijn gekomen. Code rood of niet, sneeuw is toch ook gewoon pret. Perfect, de sneeuw is nat en kleverig. En waarom? Omdat dan, kijk, nu is het wel poedersneeuw en het valt meteen uit elkaar. Dus. En dan kan je geen goede sneeuwballen mee maken. Nee. Door de sneeuwophopingen raken auto's vast in de sneeuw. En dat kan de beste overkomen. De kleine straten waar niet gestrooid of geschoven wordt. Mensen komen niet eens uit de parkeervakken. Je hebt een gootje erlangs, daar staan de wielen in. En ze kunnen sturen waar ze willen, maar ze komen niet eens weg. Verwacht wordt dat de sneeuw hier in Nederland een hele week blijft liggen. De komende dagen gaat het blijven vriezen in Nederland. En dat betekent dat de sneeuw die hier nu ligt, dat die hier gaat blijven liggen. Maar vooral, het gaat 's nachts heel hard beginnen vriezen. En dan denken Nederlanders maar aan één ding. Wanneer gaat dit water bevriezen en wanneer kunnen we de schaatsen aanbinden? Hoe hoog hebt u gesprongen toen u hoorde dat het opnieuw open mocht? Maar goed dat u dat niet heeft kunnen zien, maar heel hoog. De opluchting was heel groot toen we vrijdag hoorden dat we terug open mochten. Er zijn opnieuw wat meer mogelijkheden om uit te gaan logeren in eigen land, nu ook de vakantieparken weer open mogen. Ze moesten de voorbije maanden dicht blijven, maar omdat hotels wel open mochten zijn, kwam de Raad van State tegemoet aan de vraag van de vakantieparken om voor hen dezelfde regel te laten gelden. De donkere periode voor de vakantieparken is nog niet voorbij. Maar ze mogen vanaf morgen weer gasten ontvangen. Nog enkele klusjes. En dan hoopt het park voor altijd het licht aan te kunnen houden. De mensen willen echt wel last minute nog een weekendje weg of de midweek. Dus dat zit enorm goed. Daarnaast merken we dus ook wel effectief dat de mensen die een zomerboeking aan het zoeken waren, die een beetje gewacht hebben tot toch een klein beetje groen licht, dat nu gehad hebben en eigenlijk dat zetje in de rug hebben gehad om de komende hun zomervakantie, komende zomer vast te leggen.
Het was de bungalowparken een doorn in het oog dat de hotels de voorbije maanden wel open mochten blijven. Ze zijn dan ook blij dat ze alsnog de schade wat kunnen beperken. In totaal een 250 verhuurbare eenheden, gemiddeld aan 6 bedden per bungalow. Dus snel geteld, denk ik. Hè? En die hebben maanden leeg gestaan. Ja. 28,9 op het moment. Toen we hoopten open te gaan, zijn we onmiddellijk beginnen stoken. Dus dat is donderdagmorgen zijn we begonnen. En nu is het bijna op temperatuur. Baantjes trekken in het sportbad zal kunnen, maar de glijbanen zijn dicht, net als de binnenspeeltuin en het restaurant. Nog geen business as usual dus. En de buitenlanders die kunnen ook nog niet komen. Heel veel Nederlanders die normaal komen, ja, die mogen nog niet komen. Alle begrip, geen enkel probleem voor ons. Maar het is wel een groot deel van ons cliënteel, een 50%. En eigenlijk vallen die dus nog weg. Dus we zijn goed aan opstart, het is positief, we kijken er naar uit. En hopelijk dat die op termijn, wanneer de veiligheidsvoorschriften toelaten, die ook wel terug welkom gaan mogen zijn. Zullen we nog eens de coronacijfers erbij nemen. Die brengen, zoals wel vaker, gemengd nieuws. Voor het eerst sinds midden oktober zakt het aantal coronapatiënten op de afdelingen intensieve zorg onder de 300. Maar elke dag worden nu gemiddeld wel 2340 besmettingen vastgesteld. Dat is weer een lichte stijging met 4%. Er worden gemiddeld 123 patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Ook dat cijfer gaat opnieuw lichtjes naar omhoog, met 3%. In totaal liggen 1649 coronapatiënten in het ziekenhuis, 291 van hen op de afdelingen intensieve zorg. De sterfte door corona zit nu op gemiddeld 41 per dag, ook dat is een daling met 16%. En 327.531 mensen hebben nu het coronavaccin gekregen, toch minstens één dosis, dat is 3,55% van de volwassen bevolking. Er komen voorlopig geen extra steunmaatregelen voor de uitbaters van cafés en restaurants. Dat heeft Vlaams minister-president Jan Bon gezegd in de Zevende Dag. De Vlaamse regering heeft al voor een half miljard euro aan steunmaatregelen voor de sector uitgewerkt. En de ambitie blijft om gezonde ondernemingen ook gezond te houden. De horeca had de voorbije dagen om extra financiële steun gevraagd, omdat de cafés en restaurants nog een hele poos dicht zullen moeten blijven. De Vlaamse regering gaat wel in dialoog, maar voorlopig komt er dus geen bijkomende steun. Kijk, laat me eerst en vooral heel duidelijk stellen. Zolang als de horeca gesloten wordt, zullen onze steunmaatregelen verder lopen. Ondertussen zijn we bijna aan een half miljard steunmaatregelen voor de horeca, voor het hele bedrijfsleven bijna aan 2 miljard. Onze bedoeling is dat zij niet over kop gaan. We gaan dat monitoren, we gaan dat in het oog houden. En we zijn ook continu met de sector in overleg. En ik begrijp dat op een bepaald moment de sector zegt het duurt nu zo lang, we moeten wat meer hebben. Dus we gaan dat overleg met de sector voortzetten. Mijn engagement vandaag is de maatregelen lopen zeker verder zolang als ze gesloten moeten blijven. Maar er komt niks extra bij. Maar we gaan het overleg doen met de sector. Nog in de Zevende Dag kwam de staatssecretaris voor de relance, Thomas Dermin van de Franstalige Socialisten, ervoor pleiten om nu vooral massaal te investeren in plaats van te besparen. Dat is volgens hem de manier om de economie opnieuw op het juiste spoor te krijgen. Als we onze financiën op de lange termijn op orde willen hebben, dan moeten we vandaag als overheid geld uitgeven, zegt de PS'er. Wat we moeten doen, is echt de toekomst voorbereiden door investeren in goede projecten. Projecten die de productiviteitsniveau van België op lange termijn kunnen verhogen. Ja. En dat is precies wat we zijn aan te doen, samen met het federaal niveau, maar ook met de deelstaten, in een unieke proces. Drie vingers als symbool van het verzet tegen de militaire staatsgreep in Myanmar. Voor de tweede dag op een rij zijn tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de coup van begin deze week. Het leger greep maandag de macht en plaatste politici onder huisarrest, onder wie regeringsleider Aung San Suu Kyi. Het protest tegen de staatsgreep bij de bevolking groeit dag na dag. Een indrukwekkende massa trekt door Yangon, de economische hoofdstad van Myanmar. Het portret van Aung San Suu Kyi is alomtegenwoordig. De afgezette regeringsleider zit in huisarrest sinds de militaire coup van vorige maandag. Voor de betogers is de machtsgreep van het leger een nachtmerrie.
De militairen regeerden al onafgebroken met ijzeren hand van de jaren 60 tot 2011. Sindsdien was er een democratiseringsproces in gang gezet. Bij verkiezingen eind vorig jaar behaalde de partij van Aung San Suu Kyi ruim 80% van de stemmen. Dat was blijkbaar moeilijk te verkroppen door het leger, dat sowieso nog een grote invloed had op het politieke leven in Myanmar. Maar blijkbaar hebben de militairen de reactie van de bevolking onderschat. Ondanks de herinnering aan bloedige repressie bij protest tegen het leger eind jaren 80 en opnieuw 15 jaar geleden, is het verzet tegen de staatsgreep onverwacht groot. Voorlopig waren er nergens incidenten, al heeft de politie in een zuidelijke stad wel waarschuwingsschoten gelost. In India zijn vermoedelijk 150 mensen om het leven gekomen toen een gletsjer in stukken brak en tegen een dam aan crashte. Daardoor ontstond een overstroming die veel weg had van een lawine. De natuurramp deed zich voor in de noordelijke deelstaat Uttarakhand. Er vindt nu een grote reddingsoperatie plaats. Het was met een onvoorstelbare kracht dat stukken ijs, steen en modderwater zich een weg baanden door de vallei van de Rishi Ganga rivier. Een waterkrachtcentrale werd overspoeld en is wellicht volledig vernield. Er zijn zowat 150 vermisten. Maar alvast één gelukkige kon levend van onder de modder worden gehaald. Tot zijn eigen vreugde en die van de reddingsploeg. Een Indiase toerist wijst op milieuproblemen als verklaring voor de natuurramp. We komen terug naar eigen land. Vlaanderen wil over 4 jaar 4000 hectare nieuw bos hebben. Maar waar vind je de gronden om zomaar nieuw bos aan te planten? Een bedrijfje uit Limburg denkt een gat in de markt te hebben gevonden. Ze laten bedrijven een bos leasen, huren, zeg maar dus. Alle betrokkenen worden er volgens hen beter van. En u zal het merken, deze reportage is opgenomen voor de sneeuw van vanochtend viel. In feite zou je hier perfect een heel mooi bos kunnen realiseren. Zoals je ziet is de omgeving al een beetje bebost, dus why not? Deze man droomt van meer bos in Vlaanderen. Hij zoekt grondeigenaren die hem een perceel willen verhuren, waarna hij er een bos aan plant. En dat kunnen bedrijven dan leasen, huren als het ware, voor een jaarlijks bedrag. Langs de ene kant is het iets heel tof. Voor het personeel, de medewerkers, die fier kunnen zijn over hun eigen bos. Anderzijds is het natuurlijk ook een verhaal rond compensatie. Ja, je kan een stuk van de CO2 die je uitstoot met je bedrijf, kan je natuurlijk gaan compenseren met een bos. Het West-Vlaamse bedrijf Winsol, dat onder meer zonwering maakt, wil graag zo'n leasebos. Ik denk dat we iets moeten teruggeven aan de wereld ook als we dat kunnen. Hè. Ja, en het is natuurlijk ook goede PR. Als groen bedrijf wil u zich groen profileren. Zeker weten. Allee, we moeten daar ook geen niet flauw over doen. Hè. Het past ook bij een imagobuilding. Vlaanderen lanceerde vorig jaar nog de website plantjeeigenbos.be. Want de eigenaars kunnen tot 25.000 euro subsidie krijgen per hectare nieuw bos. Waarom koopt het bedrijf dan geen eigen bos? Waarom koop je niet al je auto's en lease je ze? Een beetje hetzelfde antwoord. Hè. Financieel interessant? Nee. Dat is gewoon, je moet bij je core business blijven. Je kan niet alles doen. De leasebossen zouden gegroepeerd worden. En bedrijfsnamen worden niet opzichtig. Maar gaan ze niet lopen met alle subsidies? Als we daardoor die 4000 hectare kunnen realiseren samen met alle andere partijen die hun schouders er willen onderzetten, dan moeten we dat gewoon doen. Op een zondag als vandaag je werknemers een wandeling in een besneeuwd bos aanbieden als bedrijf. Waarom niet? Dat kan nog een succes worden misschien. Alle bossen
tuinen en wegen in Vlaanderen kregen een laag sneeuw vanochtend als uitloper van een sneeuwstorm in Nederland. Problemen zijn hier gelukkig uitgebleven. Ik wens u nog een heel mooie, knusse avond binnen. Tot morgen. Het is nog een keer tof dat er ook weer wat sneeuw is. Want, ja, het komt niet vaak voor en het is weer al even geleden. Vooral wat er ligt, blijft ook liggen. En belooft de komende dagen ook nog stevig te gaan vriezen. Zeker 's nachts. Het kan matig tot zelfs strenge vorst worden. Temperaturen min 5 tot min 10 graden. En vooral de plaatsen waar er sneeuw ligt, kan het mogelijk zelfs vriezen tot min 15 graden.